Kijkers, van harte welkom. Momenteel is in de regio geconstateerd dat er een toename is van het aantal mensen met griepverschijnselen, het influenza A, H1N1 virus. Met de directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Cleopatra Jesseren, en de waarnemend OD van het BOG hebben wij een gesprek hierover. Laten we eens beginnen met influenza virus. In dit geval praten we over de AH1N1. We zijn in het griepseizoen. We zijn in de regentijd, griepseizoen. Het AH1N1 virus is een endemisch virus in Suriname. Het is al sinds 2009 in Suriname. Een beetje background history ervan. De eerste grote uitbraak ervan was in 1918 in Spanje. Men heeft het toen de Spaanse griep genoemd. Het heeft miljoenen levens geëist. En daarna waren er nog uitbraken in de jaren 60, 70. En nu hebben we dus in 2009 hadden we plotseling weer zo'n grote uitbraak wereldwijd. Het was dus ook ergens in Mexico, heeft hij de kop doen opsteken. En is toen ook de Mexicaanse griep genoemd een tijdje. En dit virus is in eerste instantie door varkens overgebracht op mensen. Maar de transmissie vindt nu op dit moment alleen maar van mens tot mens plaats. Dus niet van varkens naar mensen, mens op mens. Dit virus hebben wij dus toen ook in 2009 binnengehaald. Het was een wereldwijde epidemie en heeft in 2009 honderden duizenden levens ook opgeëist. In Suriname is dat ook het geval geweest. Er zijn ook jammer genoeg doden gevallen. Maar dit virus is dus een virus dat bestaat in Suriname. En vooral tijdens het griepseizoen zich weer naar voren brengt. Natuurlijk hebben wij in Suriname ook systemen opgezet om te kunnen analyseren en te checken wanneer dit virus zich dus weer echt begint te proliferen. En die systemen zijn dus bij het BOG gehuisvest. Dat is de werkarm van het ministerie van Volksgezondheid. En die ziet er dus op toe met hun deskundigen om te monitoren en te kijken van hebben we een stijgende trend of zitten we in een outbreak. Ik denk dat ik dus dan wat betreft de details dat aan mevrouw Warner zal overlaten, maar om u een overview te geven. We hebben toen op een gegeven moment een stijgende trend gemerkt. De directeur van Volksgezondheid, dus de functie die ik op dit moment bekleed, wordt op de hoogte gesteld door de deskundigen van het BOG. Van we merken dus dat er een stijgende trend is, we merken dat er dus meer gevallen van griepverschijnselen zijn. We houden het in de gaten en we checken het. En op een gegeven moment bleek dus dat er een behoorlijke stijgende trend van griepverschijnselen was. Let wel, griepverschijnselen, want er zijn zoveel virussen die griep kunnen veroorzaken. Griepverschijnselen, maar nog geen bevestigde of confirmed cases van H1N1. Echter, door de epidemieën die deze virus heeft veroorzaakt, is de angst voor de besmetting met zo'n virus natuurlijk groot. En de samenleving kent dus alleen AH1N1. Er zijn meerdere virussen. Het begon een alarmerende stijgende trend te vertonen. Het ministerie heeft dus daarom aan de bel geslagen en gezegd: mensen, letten jullie op. En mevrouw Warner, wanneer is er melding gedaan van een stijgende trend van dit virus? Zoals aangegeven door de directeur, houdt het BOG samen met andere partners, houdt ons een surveillance op na. De surveillance houdt in dat er dus gebeld wordt naar verschillende klinieken. En over verschillende ziektes wordt er dus gevraagd wat de status is. Dat noemen we dus een telefonade. En ook naar de hospitalen, de ziekenhuizen, gaat het personeel van het BOG om dus na te gaan wat de status is van verschillende ziektes. In dat kader houden we dus de loop van verschillende ziektes bij. En vanaf vorige week is er dus aangegeven aan de directeur dat er een toename is in het aantal griepgevallen. Ik moet wel aangeven dat er op weekbasis wordt gerapporteerd naar de verschillende diensten. En alles wordt dus in de gaten gehouden hoe het staat met verschillende ziekteverschijnselen. Zo ook in dit kader met AH1N1. Het BOG heeft verschillende afdelingen. De afdeling epidemiologie, die houdt daadwerkelijk de cijfers bij. Die onderhoudt het contact met onze surveillancepartners. En dan is er dus ook het Centraal Laboratorium van het BOG en ook bij het MWI, die de capaciteit hebben om te identificeren om welke virussen het gaat.
Zoals aangegeven door de directeur zijn er verschillende griepvirussen. En in dit geval praten we over die AH1N1. En die specificatie, om dat te determineren, dat doet het Centraal Laboratorium en het MWI-lab. Dus de capaciteit is er in het land om dus na te gaan hoe de ziekte zich verloopt en om welke griepvirussen het gaat. Hoe komt het dat het virus, want 2009 is het begonnen, en hoe komt het dat het plotseling, je hoorde niets meer van het virus, en nu 2019 hoor je dan weer, er is weer influenza AH1N1. Hoe komt dat? Sinds 2009 was het er en het is er altijd geweest. Ik denk dat men er misschien minder op heeft gelet dat het aanwezig was. Maar het was altijd aanwezig. Tijdens elke regentijd, ons griepseizoen, krijgen we gevallen binnen. Positieve gevallen. Soms zijn het gevallen van influenzavirus die dus niet AH1N1 zijn. Maar dus van de B-influenzavirussen kunnen zijn. Die hele scala aan influenzavirussen. Het is er altijd geweest. Er zijn altijd gevallen geweest met dit virus. Dus het is niet iets nieuws voor Suriname. Oké. En welke behandeling gaat hier aan gekoppeld? Een virus kan je niet doden. Een virus kan je alleen in zijn snelheid, ik probeer het zoveel als mogelijk in leken taal uit te leggen, in zijn snelheid om zich te vermenigvuldigen kan je hem remmen. Vandaar dat men meestal ook praat over virusremmers, antivirale medicaties. Je kan hem nooit echt doden. Er is een medicatie, er zijn verschillende richtlijnen, maar wij houden vast aan de WHO-richtlijn. Dat is de World Health Organization. Die krijgen we ook via middels onze partner, de PAHO, binnen. Die richtlijnen geven aan dat zo'n medicijn, in dit geval Tamiflu, zoals de meeste mensen het kennen, wordt alleen gebruikt voor zeer ernstig zieke patiënten in de ziekenhuizen. Die zijn opgenomen en zeer ernstig ziek zijn. Want misschien moet ik dat ook een beetje uitleggen. Dit virus, wanneer iemand eenmaal besmet is, kan die klachten krijgen. En die klachten houden in hoge koorts, lichaamspijnen, hoofdpijn, een snotneusje, hoesten, je stem gaat weg, etc. Bij gezonde mensen, dus bij iemand als u of ik, of mevrouw Warner, gaat zo'n griepje zich misschien gaat doorrazen voor een week tot 3 weken. En daarna word je er weer beter van. Soms ga je naar de dokter, soms ga je niet naar de dokter. Soms laat je het lab doen, soms ook weer niet. En als je het lab niet hebt gedaan, weet je niet over welk virus je het had. Om te weten waarvan je ziek was. Wat gebeurt er echter met de AH1N1 virus? Wanneer iemand besmet raakt daarmee en die persoon heeft dan al onderliggende aandoeningen, is dus van nature al ziek met misschien hartziekte, longziekte, de hele jonge, de kinderen, de hele oude mensen. We noemen dat de risicogroepen, ofwel de kwetsbare groepen. Wanneer ze besmet raken met zo'n virus, kan het ernstigere verschijnselen hebben. En dat zijn dus dan ook de mensen waarbij het beloop soms fataal kan aflopen. We hebben ook een gesprek gehad met mevrouw Astrid van Souwers van de PAHO. We gaan nu kijken naar het gesprek. Mevrouw van Souwers, wat is de functie van de PAHO bij dit alles? De functie van de PAHO is onder andere de volksgezondheid waarborgen. Wat betreft influenza zelf, nou doen we vanaf 2015 de Surinaamse autoriteiten helpen in het opzetten van een surveillantiesysteem met als voornaamste doel nieuwe influenzavirussen te detecteren, snel detecteren, zodat je op tijd een nieuw virus kan detecteren die voordat die bijvoorbeeld weer zo'n hele grote pandemie veroorzaakt, zoals de afgelopen 100 jaar een paar keer is gebeurd. Nou, sinds 2015 hebben we dus een surveillantiesysteem opgezet. We hebben daarbij geïnvesteerd in die diagnostiek. We hebben geïnvesteerd in de surveillance. Het trainen van mensen om griepgevallen te detecteren, te swabben, dus monsters te nemen voor diagnostiek. En hierdoor hebben we dus al vanaf 2016 jaarlijks data van de trends van griep in Suriname.
Nu is er vanuit het ministerie van Volksgezondheid alertheid gevraagd voor het influenza AH1N1 virus. Wat is het internationaal beeld op dit stuk? Nou, als we kijken naar griep internationaal, het zijn vooral de landen die nu met de winterkampen, dus de landen op het noordelijk halfrond, waarbij je ziet dat de griepgevallen stijgen. Het wordt kouder, de weerstand daalt wat. Dus de griepgevallen stijgen, dat is normaal, binnen de normen. Ook in het Caribisch gebied heb je enkele landen waar je ook mooi ziet dat het griepgevallen stijgt, zoals ook in Suriname. Is er inderdaad een uitbreek? Wanneer kan men spreken van een uitbreek? Nou, het mooie dus van zo'n surveillancesysteem is dat we daarbij trends kunnen weergeven. En we hebben dus van de afgelopen 3 jaar hebben we cijfers, want meten is weten. Alleen dan kan je zeggen, we hebben wel of geen uitbraak. En van de afgelopen jaren zien we dat we inderdaad, zoals men al eerder over sprak, dat we onze epidemie hebben. Wij beginnen mooi in januari, februari hebben we een verhoogd aantal griepgevallen. Het is normaal. Wat we in 2019 vallen we nog steeds binnen die normale waarden. Mm-hmm. Voor het aantal gevallen dat is opgenomen voor griep in het ziekenhuis zien we in week 4, dacht ik, in januari, zien we wel een stijging van het aantal opnames gerelateerd aan griep. Maar voor het aantal sterfgevallen gerelateerd aan griep zitten we nog steeds onder de waarde waarbij je kan zeggen we hebben een uitbraak. Dus op dit moment kunnen we niet stellen dat we een uitbraak hebben. Dus de situatie is niet zo alarmerend als men beweert? Nou, elk sterfgeval is alarmerend. Dus maar we kunnen zeggen we hebben geen uitbraak. Wat we ook zeggen, en dat is wat het ministerie ook heeft gedaan, is hoe voorkomen we dat het niet verder stijgt. We weten dat onze epidemie normaliter de eerste 8 tot 10 weken van het jaar is. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat het aantal niet blijft stijgen zoals in de afgelopen jaren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het nu gaat dalen? Ja. Dat is belangrijk voor nu. Mevrouw Warner, welke zijn de voorzorgsmaatregelen die men kan treffen? Om antwoord op uw vraag te geven is het belangrijk te weten hoe de besmetting plaatsvindt. Omdat aan de hand van de besmetting, de wijze van besmetting, je de nodige preventieve maatregelen kan treffen. Nou goed, van dit virus weten we dat bij hoesten het virus dan vrij kan komen in kleine druppeltjes. En aan de andere kant kunnen die kleine druppeltjes dus ook terechtkomen op oppervlakken. Als we hoesten en we in onze hand hoesten, ter bescherming dat het verspreidt naar buiten, dan moeten we ervoor zorg dragen dat je handen regelmatig wast. Wanneer je hoest in je hand en een object aanraakt, bijvoorbeeld je pen of een deurknop, dan gaat het virus over op die deurknop, op die pen. En als een andere persoon dan kort daarna weer die deurknop of die pen aanraakt en die dan zijn hand naar zijn mond toe brengt, krijg je dat zo die besmetting ook kan plaatsvinden. Dus er zijn verschillende manieren. Wat we kunnen doen, is ervoor zorgen dat we hoesten in een papieren zakdoekje. Dat zakdoekje weggooien na gebruik. Of als je geen papieren zakdoekje bij je hebt, dan zou je eventueel kunnen hoesten in je oksel. Toch? In je mouw hoesten. Dusdanig dat die deeltjes niet zich kunnen verspreiden. Belangrijk is een goede handhygiëne in acht te nemen. We weten dat als we onze hand besmet hebben, als we hebben gehoest in onze hand, dat die deeltjes in onze hand terechtkomen. Dus vaker de handen wassen. Zeker wanneer je gehoest hebt in je hand, meteen proberen. Wanneer er geen wasbak in de omgeving is, dan kan je ook een hand sanitizer gebruiken. Een hand sanitizer waarin dus alcohol is verwerkt, dat kan je dus regelmatig gebruiken. Belangrijk is dus dat je dat ook wel bij de hand hebt. Andere maatregelen die je kan gebruiken zijn dus zeker wanneer je al ziek bent, dan moet je ervoor zorgen dat je niet te veel in contact komt met anderen. Zeker anderen die nog niet ziek zijn. Je zou thuis kunnen blijven, je isoleren, het contact met mensen zoveel als mogelijk voorkomen. En voor de patiënt, wanneer die toch ergens zou moeten zijn, dan zou die een mondkapje eventueel kunnen gebruiken. Eventueel. Of een zakdoek. We weten dus dat
het mondkapje niet prettig is om de hele dag mee rond te lopen. Maar als je echt in een omgeving moet zijn, waarbij er anderen niet zieken er aanwezig zijn, dan is aan te bevelen dat je een mondkapje gebruikt. Gezonde mensen hoeven geen mondkapje te gebruiken. Omdat dat mondkapje ervoor bedoeld is om de bacteriën, zeg maar, sorry, het virus, binnen te houden. Yes. Oké, ik ga naar de arts. De arts doet het onderzoek. Blijkt dat ik influenza A, AH1N1 virus heb. Mm-hmm. Wat doe ik? Je gaat naar huis en je moet uitzieken. Als je behoort tot de risicogroepen, moet je natuurlijk letten op de verschijnselen. Worden ze erger, wordt het ernstiger, dan moet je wel weer aanmelden bij de huisarts. Bij wijze van spreken gaat er ook een verwijzing plaatsvinden, waardoor je dus opgenomen kan worden in het ziekenhuis. Maar als je die griep hebt, moet je gewoon thuis uitzieken. Ik denk dat ook vooral mensen zich focussen op de behandeling van zo'n virus. Een virus dood je niet, dus je behandelt alleen maar de verschijnselen. Het moet zich uitrazen, maar je weerstand moet goed zijn. En daarom zien we dus ook bij mensen met een verminderde weerstand, zoals mensen die met HIV en AIDS leven, dat zo'n virus echt zijn slag slaat. Je moet proberen om zoveel als mogelijk de verschijnselen met paracetamol voor de pijn, voor de koorts. Je kan vitamine C gebruiken, okay. Of een kers. In een kers zit er meer vitamine C dan je in tabletjes gaat vinden. Maar je weerstand zo goed mogelijk houden en uitrusten. En ervoor zorgen dus dat je die verantwoordelijkheid en plicht als burger ook meedraagt om niet anderen te gaan besmetten. Dus als je ziek bent, zoveel als mogelijk, zoals mevrouw Warner ook had aangegeven, je zoveel als mogelijk isoleren. Dat wil niet zeggen dus dat als het ernstiger wordt, dat je geen hulp gaat zoeken. Yep. Sowieso moet je hulp zoeken. Maar wij in Suriname zijn ook gewend met heel veel bossie en brasa, dat zijn de groeten. In dit seizoen zou ik dat juist een beetje afraden. Handen schudden, na handen schudden ook even hand sanitizer gebruiken. Want jij weet niet als de persoon zich daadwerkelijk ook aan deze voorzorgsmaatregelen Precies. heeft gehouden. Precies. Dus erop letten en de voorzorgsmaatregelen opvolgen. Daarmee kunnen we dus wel een outbreak voorkomen. De verspreiding van dit virus kunnen we dan voorkomen totdat het regenseizoen weer voorbij is. Ja, precies. Dat zou ik ook vragen. Ik ben nu gezond, ik heb geen griep, ik heb geen koorts. Hoe voorkom ik dat ik ziek word? Dus gewoon erop letten. Geen boosie, geen brasa. Basic mensen. Ja, basic mensen. Zoveel als mogelijk voorkomen. Zoveel als mogelijk voorkomen. Oké, nu minder prettig nieuws. 5 mensen zijn reeds overleden aan het virus. Is dat niet aan de hoge kant, directeur? Nee, dat is niet aan de hoge kant. We hebben vorig jaar een aantal van 17 ongeveer gehad. Je moet ook rekening houden, niet wij en ieder is meestal het al bevestigd als het ook daadwerkelijk het virus was dat ze heeft gedood. Weliswaar bij deze 5 personen die zijn komen te overlijden was het virus aanwezig. En, maar deze mensen hadden ook onderliggende aandoeningen. We hadden een importgeval, dus dat was uit het buitenland, een mevrouw uit het buitenland. En die had een onderliggende hartziekte. Obesitas speelt daarbij ook een rol. Mensen dus die heel erg overgewicht zijn, behoren ook nu tot de risicogroepen. De andere 2 waren dus in de leeftijdsklasse van onder de 4 jaar. En echter moet ik toegeven dat bij hun het nog niet is bevestigd, voor zover ik begreep, van het BOG. Dus we wachten de resultaten nog af. Vanuit het ziekenhuis heb ik wel begrepen dat het om AH1N1 ging. Dus we wachten dat resultaat wel nog af. Fatale afloop. Elk leven opgeëist is eentje te veel. En is niet iets waarvoor we gaan. Daarom dat we ook echt de nadruk willen leggen op preventieve maatregelen, voorzorgsmaatregelen. Vooral ook bij deze kwetsbare groepen. Behoor je tot deze kwetsbare groep ook de zwangeren? Want speciaal voor dus de baby die daar binnen is, moet er extra worden opgelet om het virus niet op te lopen. Zoveel als mogelijk weg te zijn. En het is zeker te betreuren, maar dat is jammer genoeg wat dit virus wel kan doen. Ja. En directeur, in hoeverre is het ministerie in gebreken gebleven? Want eigenlijk per slot van rekening was het een arts
die zijn patiënten attendeerde dat het virus er is. In hoeverre is het? Ik vind dat een goede vraag, omdat nee, het ministerie is niet in gebreken gebleven. De arts heeft eigenlijk gehandeld als maatregel voor wat we hebben getroffen. Het moment dat ik op de hoogte was gesteld door het BOG, dat er een alarmerende stijgende trend was, heb ik via de voorzitter van de VMS, dokter Markiet, ja, de medisch directeur van de RGD, dokter Ramlal, en de medische zending bij de directeur Jinti, meteen de instructies gegeven. Geef jullie mensen door, geef de artsen door dat dit speelt. H1N1 gevallen zijn er, maar we zien een stijgende trend in griepsverschijnselen. Ja. Het kan dus weer AH1N1 zijn. Laten ze voorzichtig zijn op de polies, laten ze de mensen de instructies geven. Doe zoveel mogelijk aan promotion en education of health. Ja. Dus nee, ik zie het niet als iets verkeerd wat de arts heeft gedaan. Hij heeft ook daadwerkelijk die education gegeven. Ja. Mensen zijn het gaan rondcirculeren op social media met een ander tintje. Maar het ministerie van Volksgezondheid heeft dan die direct aangepakt. Vaak genoeg ziet de bevolking niet wat achter de coulissen gebeurt. Het werk dat verzet wordt, de voorbereidingen die genomen worden om alles in place te brengen. En het was ook gevraagd aan me, is het ministerie van Volksgezondheid niet in gebreken gebleven om zo laat voorlichting te geven? Het ministerie van Volksgezondheid heeft een taak om juiste gegevens weer te geven. De media kan iets horen op de wandelgangen en het shooten, ja, zonder echt gelegen onderzoek te hebben gedaan. Klopt het? Is het waar of is het niet waar? Wij van het ministerie van Volksgezondheid, voordat we zaken publiekelijk maken, moeten we eerst zeker zijn waarover we praten. En iemand kan iets in de media gooien binnen een uur, binnen 2 uren. En het ministerie moet wel eerst even dat voorwerk doen. Klopt het? En waarvoor waarschuwen we de bevolking? Geen paniek zaaien, maar de bevolking wel heel transparant en duidelijk uitleggen wat er gaande is. En dat hebben we daarna middels voorlichting wel gedaan.